In deze tijd, waarin we eigenlijk naar mijn waarneming ons bevinden aan het einde van wat ik noem de industriële maatschappij, zijn we eigenlijk op zoek naar nieuwe maatschappelijke vormen en verhoudingen. En een van de kenmerken daarvan is dat we naar mijn idee in allerlei opzichten afstand aan het nemen zijn van de strikte verdeling tussen enerzijds markt en anderzijds overheid met niks daartussen. Je ziet dat de jarenlange investeringen in onderwijs van mensen hebben geleid tot bewuste mensen die ook volop competenties hebben en die nu zelf initiatieven nemen om de vraagstukken die zich in deze overgang naar een nieuwe tijd voordoen ter hand te nemen en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat vinden we op het gebied van de energietransitie, waar nu honderden energiecoöperaties gevormd zijn. Je vindt het op allerlei plaatsen op het gebied van voedselproductie en eigenlijk het beter verbinden van de gezondheid van de natuur, van de bodem, van de natuur, van de productiemethode in de landbouw met de gezondheid van mensen, waardoor er een heel nieuw concept ontstaat van het hele voedselsysteem. Ook nog gevoed door de ervaringen nu met corona, waar we eigenlijk geleerd hebben dat het gezond houden van je immuunsysteem via een gezonde manier van leven, maar vooral ook via gezonde voeding, een wezenlijk aspect is van menselijke gezondheid. Kortom, een beweging die, laat ik zeggen, waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. En waarin er gaandeweg ontstaat een segment in de maatschappij dat niet markt is en dat ook niet overheid is. Waarbij burgers in allerlei vormen, ook bijvoorbeeld in ondernemende vorm, via het fenomeen van de sociale onderneming, waarvan er ook al vele honderden in Nederland zijn, bezig zijn om individuele vormgeving van hun eigen leven te combineren met het nemen van verantwoordelijkheid voor collectieve belangen, voor de commons meer in algemene zin. Dat is wat mij betreft een cruciale ontwikkeling in deze tijd. En als ik kijk naar hoe daar nog vanuit de overheid met name op gereageerd wordt, dan vindt men dat maar ongemakkelijk en eigenlijk niet goed passen in de klassieke verhoudingen markt en overheid zoals die waren. En ik zou een heel sterk pleidooi willen voeren voor het ondersteunen van deze beweging vanuit de overheid. Er zijn politieke stromingen in dit land waar dat eigenlijk heel logisch voor zou zijn om dat te doen. En dat moet wat mij betreft in de komende periode worden opgepakt. En waarbij bijvoorbeeld als het gaat over het oplossen van een stikstofprobleem in de landbouw niet zozeer gekeken wordt naar wat kunnen we vanuit Den Haag daar precies voor regelgeving opmaken, maar waarbij regionaal mensen worden gefaciliteerd om daar samen dat vraagstuk aan te pakken en op termijn op te lossen. Dat geldt voor nog een aantal van de vraagstukken waarmee we in dit land zitten. Dus maak gebruik van de mogelijkheden en de kwaliteiten van burgers om hun bijdrage te leveren aan het creëren van nieuwe maatschappelijke vormen waarin samenhang eigenlijk het uitgangspunt is en waarbij niet gesegmenteerd wordt gewerkt, maar waarbij in samenhang burgers en overheden en bedrijfsleven vormgeven aan die nieuwe maatschappij waarin de kwaliteit waarin we ons leven vormgeven op een hoger niveau wordt getild. Want dat is wat er op dit moment met de nieuwe inzichten die we hebben, de nieuwe kennis die voorhanden is, met de mogelijkheden waarover we in dit land in de algemene zin beschikken, die nieuwe maatschappij kunnen vormgeven. Dat is, denk ik, wat ook vanuit dit initiatief collectieve kracht sterk ondersteund kan worden en begeleid met academisch onderzoek. En op die manier kan dit instituut een belangrijke bijdrage leveren aan het ondersteunen van die nieuwe ontwikkeling.
Wat ik eigenlijk kernnotie vind, die we in Nederland een beetje kwijt zijn geraakt, dat is situationeel handelen. Ja. Dus we hebben een in de, ze hebben de verzorgingsstaat benadering met name, hebben we echt alles over één kam proberen te scheren. En iedere keer weer in deze tijd blijkt dat als je werkelijk wil inzoomen op wat in een specifieke omstandigheid aan de orde is, dat je dan situationeel beleid moet kunnen maken. Dat kan wel vanuit algemene principes, maar dat je het moet toesnijden op de specifieke omstandigheden die daar zijn. En dat is naar mijn idee één ook van de belangrijkste oriëntatiepunten voor de vormgeving van beleid in de komende periode. We hebben nu voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid op het ogenblik, hebben we grote vraagstukken van mondiale aard. En als je de vraag stelt, hoe gaan we die nou oplossen en waar? Dan is eigenlijk, naar mijn idee, het antwoord steeds vaker, dat moet je lokaal oplossen. Dus de mondiale vraagstukken rondom CO2-uitstoot, rondom, laten we zeggen, andere grote vragen waarmee zitten, de grote vervuiling enzovoort. Uiteindelijk moet je daar waar die vervuiling plaatsvindt, of daar waar die uitstootbronnen zitten, daar moet je lokaal kijken wat je daar kunt doen. Hè? Als het gaat over de voedselproductie bijvoorbeeld, daar ben ik vrij goed in thuis, dan is het een kwestie van afhankelijk van de grondsoort, met minder inzet van externe inputs, dus minder stikstof, minder kunstmest, dus minder stikstof, minder aangekocht veevoer, ook minder stikstof. Daar de vruchtbaarheid van die omstandigheden optimaliseren in de specifieke situatie waarin er zich dat daar bevindt. En daar moet je dan, laat ik maar zeggen, de oplossing vinden. Dus de cumulatie of de aggregatie van die lokale oplossingen leveren uiteindelijk de oplossing van het mondiale probleem. En dat is wat we ons heel goed moeten realiseren. En daarvoor heb je juist het engagement van mensen in die lokale omstandigheden nodig. Hè? En dat is iets wat we eigenlijk in de industriële tijd min of meer uit het oog zijn verloren. Dat we veel te vaak in grootschalige vormen, uniforme benadering enzovoort terecht zijn gekomen. Maar ja, eigenlijk de hele ontwikkeling van de technologie in termen van informatica en in termen van life sciences, levenswetenschappen, wijst in dezelfde richting. We kunnen nu op kleine schaal heel efficiënt werken als we verstaan wat de informatie is die op die plek beschikbaar is en wat de biologische omstandigheden zijn om verstandig om te springen met de natuur. Dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. En dat kan alleen door mensen die op dat niveau werkzaam zijn voluit te betrekken in het maken van de oplossingen die daar nodig zijn. En dat is dus wat mij betreft een hele sterke reden waarom deze beweging die nu op gang komt een vliegenwiel kan zijn van de maatschappelijke veranderingen die we in de komende tijd nodig hebben.